Een reus in de goal bij Oranje, een vlammende start van de Engelsen en miserie bij de journalisten van het Nieuwsblad. Ik ben Janko Beekman en samen met 5 collega's verblijf ik de komende weken in Qatar. Vandaag blik ik met Jurgen Geril en Pieter-Jan Kalkoen terug op dag 2. Welkom bij Shotcast WK. Ondertussen wordt hier Viva de Romeo's gezongen in Qatar. What's your name? Duro. Huh? Duro. Ah, Duro. Ah, okay. And where are you from? From Nigeria. Ah, Nigeria. Yeah. So you know Cyril Dessers? Who? You know Cyril Dessers? A striker from Cremonese. Oh, yeah, of course. Ondertussen ontzettend luid getrommel in de tribunes. Een Senegalese fanfare. Meer dan een kwartier later zijn ze hier nog steeds aan het trommelen. Niet goed voor mijn trommels vliezen. Het is ondertussen rust. Wel grappig. De Senegalese journalisten die hebben allemaal hetzelfde polootje aan. Misschien ook iets om bij ons te lanceren. Zes minuten voor tijd. Dan toch 0-1 voor Nederland. Cody Gakpo. Allerlaatste minuut, 0-2 Nederland, Davy Klaassen. Nederland staat al met anderhalf been in de tweede ronde. Dag Pieter-Jan. Hallo. Voor u is het de tweede keer in onze Shotcast WK. We hebben vandaag gezelschap gekregen van een streekgenoot van u, mag ik wel zeggen. Ja, West-Vlamingen onder elkaar. Dag Jurgen. Dag Janko. Blij om er ook eens bij te zijn in Shotcast WK. Ja, als West-Vlamingen onder elkaar, altijd plezant. Hè? Ja, ga ik jullie verstaan vandaag? Dat is de vraag wel. Hè? Als we echt... In het kusttaaldialect spreken, dan zal het moeilijk worden. Het is nu 11:30 ongeveer. We zitten hier opnieuw in onze Casa Qatar, het huis waar we met 6 collega's verblijven. De Verenigde Staten die zijn nog bezig aan hun wedstrijd tegen Wales. Die wedstrijd staat hierop in de achtergrond. Gareth Bale die heeft net 1-1 gemaakt nadat Timothy Weah de Verenigde Staten een voorsprong had gebracht in de eerste helft. Maar als de mensen dus nog gejuich horen of zo de komende minuten, dan wil dat zeggen dat er nog gescoord is in de laatste 10 minuten. Dan weten de mensen dat ook. Het had heel veel voeten in de aarde om deze wedstrijd op onze tv ja, te krijgen. Ik wilde het net zeggen, er is een klein drama vermeden vandaag. Ja, vertel Pieter-Jan. We hadden 1000 kanalen op het satelliet-tv. Ja. En op geen enkele van die kanalen was het WK voetbal te zien. Ja, dat is vervelend voor 6 journalisten die op het WK voetbal zitten natuurlijk. Zeer vervelend. Maar Pieter-Jan heeft het opgelost. Ja, ik zat op de wedstrijd er juist, op Senegal-Nederland. En ik kreeg een bericht, Janko, jij bent onze hoop. Een uurtje later kreeg ik een bericht, Janko, blijf van de tv vanaf nu. Dus ik moet ergens tussendoor iets verkeerd hebben gedaan. Het Maleisische meisje van de receptie is nu onze hoop. Ja, die heeft het opgelost. Die is het komen oplossen. Ja, maar jij hebt nogal de neiging om te prutsen aan de tv... Dat is een grove leugen. Er is aan mij gevraagd, kun je geen muziek voorzien? Ik heb toen mijn Spotify verbonden aan een tv en dat is volgens jullie prutsen. Nee, maar ik zou het appreciëren mocht nu de tv gewoon... Aanblijven. Ja, dat zou ik dan weer zeer vervelend vinden, want ik slaap in de living zoals we in de vorige aflevering hebben verteld. Leg er gewoon een doek over. We zullen er een doek over leggen. Dat is een fijn idee. Ik stel voor dat we nu over voetbal gaan praten. Heren, wat moeten we onthouden van WK-dag 2? Ja, die match van Engeland was toch wel best indrukwekkend. Ja. Wij hebben hem half gemist, omdat we bij de duivel zaten, maar jij hebt hem wel kunnen volgen, dacht ik. Ja, maar jullie zijn wel niet de enige die wedstrijd half hebben gemist. Hè? Er zijn ook een paar fans van Engeland die niet zijn binnengeraakt op tijd. Ah, ik dacht dat de Bayern van bedoelde. Ja, die heeft nog meer dan de helft gemist. Nee, eerst even over die fans. Blijkbaar was er een probleem met de ticketing-app van de FIFA en konden daardoor niet alle supporters op tijd binnen. Ja, dat is toch ongelooflijk. Zo'n groot toernooi, dat er nog zoveel kinderziektes zijn eigenlijk. Dat we zich toch lang genoeg kunnen voorbereiden. Het probleem is ook, er is heel veel security. En bij die security durft echt niemand een beslissing nemen. Nee. Dat is dan echt de ene supervisor naar de andere die moet gebeld worden. En uiteindelijk hakt er niemand de knoop door en staat er daar heel lang. Ja, ons viel het ook op. De eerste dag toen we in het Media Center, dat is de plaats waar alle persconferenties voor de wedstrijden plaatsvinden, daar moesten we ook een parkeerplaats zoeken en zo. En iedereen stuurde nu maar door. En niemand durfde inderdaad die knoop door te hakken van daar moet je zijn.
ja, dat wordt soms eindeloos, maar uiteindelijk komt het wel in orde, want dan is er uiteindelijk toch een chief die dan zegt van oké, nu mag het. Ja, inderdaad. Over het sportieve dan. Je hebt hem al genoemd, Alireza Bayramvend. De keeper van Antwerpen. Ja, die heel ver kon gooien en nooit ver zou schoppen. Ik heb hem één keer. Ja, dus als mensen mijn woordspelingen al beu waren na aflevering 1, Jurgen doet nog beter of nog erger, ik weet niet hoe we het moeten noemen. Op dit uur van de dag ook. Het is toch wel indrukwekkend. Ja, als je op een WK staat, heb je toch iets bereikt. Heeft hij dan over uzelf of over Bayramvend? Over Bayramvend, natuurlijk. Okay. Ja, maar hij heeft er dus niet heel lang gestaan. Na 10 minuten botsen hij met zijn eigen verdediger, Hossein Nie. Hij heeft dan nog 3 minuten proberen verder te spelen, maar is uiteindelijk toch gewisseld met een hersenschudding. En zijn vervanger, dat was Hossein Hosseini. Dat is eigenlijk zo de Stijn Stijnen van Iran. Die ouders zijn inventief dan. Hij heeft 3 wissels gedaan, trouwens, bij de rust, de bondscoach van Iran, Carlos Queiroz. En in totaal, op heel de wedstrijd, heeft hij 6 gedaan. En waarom mocht dat? Omdat er in het begin van de wedstrijd die blessure was bij Bayramvend, een hoofdblessure. En daardoor mocht er een extra wissel gebeuren. Ik heb er ook een paar weetjes of feitjes over Engeland bijgenomen. Jude Bellingham, dat was de man die de eerste goal maakte bij Engeland, is na Michael Owen de jongste doelpunt te maken voor Engeland op een WK. Hoe oud was Owen? Quizvraagje voor jullie. 17, ja. Nee, 18 jaar en 190 dagen. Bellingham was er 19 en 145. En het is de eerste keer ooit dat er twee jongens van jonger dan 21 scoren voor Engeland in een WK-wedstrijd. Want ook Bukayo Saka van Arsenal, die scoorde 2 keer. Nog opvallend in die wedstrijd, er werden in totaal liefst meer dan 25 minuten overgespeeld. Op heel de wedstrijd. Dus 14 minuten in de eerste helft en ongeveer 11 in de tweede helft. Pieter Jan, jij kunt uitleggen hoe dat komt. Ja, ik heb een beetje de persconferentie van de arbitrage gevolgd. Daar hebben ze heel duidelijk gezegd dat ze komaf willen maken met wedstrijden met een effectieve speeltijd van 50 à 60 minuten, wat soms wel gebeurt als er heel veel tijd gerekt wordt of waar interventies of blessures. Dus nu zitten ze echt met de timer naast het veld, als het ware. En proberen ze echt wel alle minuten die niet gespeeld zijn te compenseren met die extra tijd, waardoor het dus echt wel kan oplopen, ja. Ja. Het leuke is wel, als je op een WK zoiets aankondigt, kun je er makkelijker aan houden, omdat dat beperkter is in tijd. En bijvoorbeeld in de Belgische competitie, waar en die strenge regels die ze aankondigen, meestal maar 3 weken worden volgehouden. Ja, oké, maar de vraag is ook of ze het gaan volhouden natuurlijk. Nu is de eerste match en doet iedereen het. En na 2 matchen is dat misschien al totaal anders en reduceert die extra tijd misschien weer. Ik moet wel zeggen, ik zat er juist op Senegal-Nederland en daar was het mij minder opgevallen dat het spel vaak stil lag of zo. En er is ook 8 minuten over gespeeld. Maar ja, dat is natuurlijk ook maar een match. Sorry, ik onderbreek even. Het is 9 minuten extra in USA-Wales. Serieus, ons punt wordt weer meteen kracht bijgezet in wedstrijd 4 op dit WK. Wat moeten we nog onthouden van deze tweede dag in Qatar? Jurgen? Ja, de Nederlanders natuurlijk. Hè. Die hebben het toch de klus geklaard weer. Ik ben vandaag inderdaad naar 1 wedstrijd geweest, naar Senegal-Nederland. Ik zal er ook wel over vertellen. Anders ben ik daar ook maar voor niks geweest natuurlijk. Ja, wij hadden die heel graag gevolgd, maar het Maleisische meisje was nog niet... Ze was te traag. Nee, ja, ze dacht dat het aan ons lag. En dat kan ook wel zo zijn, dus we hebben het zelf geprobeerd, maar we aan bleken... Aan ons, excuus, aan Janko. Ja. Dus jullie hebben het echt op mij gestoken bij het Maleisische meisje? Nee, ik ben gewoon heel vriendelijk naar de receptie geweest. Op mijn blote knieën, bijna hopend, smekend om het hier te komen oplossen. En dat heeft ze gedaan, maar ik heb u niet vermeld. Ja, het zou ook verwarrend zijn, mocht ik zijn. Ja, is wat. Ja, ik ben blij dat de Maleisen voorbij is vooral. Ja. Nog even sportief over Nederland. Dat won met 0-2 van Senegal. Een vrij moeizame wedstrijd van Oranje. Het heeft echt lang geduurd voordat ze... erdoor kwamen. Scoorde pas in de 83e minuut voor de eerste keer. Knappe goal wel van Gakpo op assist van Frenkie de Jong. Toen waren we nog op Hezgoland kijken en net toen de goal viel, blokkeerde alles. En dus hebben we de goal van Gakpo gemist. Ah, zon. Dat is een mooie goal. De tweede goal van Davy Klaassen heb je dus wel gezien. Ook ternauwernood in de herhaling. Want toen elke keer als er gescoord wordt of er gebeurt iets, dan blokkeerde Hezgoland een beetje. Ah. En dan viel het wel tegen. Maar in de herhaling heb ik het wel gezien. En dat was inderdaad een mooie goal. Gakpo heb ik achteraf ook nog gezien en dat was ook wel een mooie goal uiteindelijk. Ik moet zeggen, het waren inderdaad mooie doelpunten, maar waar ik het meeste van heb genoten, dat was toch weer de persconferentie van Louis van Gaal. Dag meneer van Gaal, Janko Beekman van het Nieuwsblad uit België. Nog even over Andries Noppert. Heeft hij het vandaag ook zo goed gedaan omdat hij heeft geïmagineerd? Nee,
van je de vraag herhalen, want ik had het ding, maar hij zegt niks. België. Of dat Andries Snoppert het zo goed heeft gedaan, omdat hij heeft geïmagineerd vandaag? Nou, het is niet zo dat ik alleen met Andries Snoppert praat. Ik praat met het team. Het is een teamtactische bespreking. Ik praat natuurlijk wel individueel met hem. Maar als ik het over het proces heb van voorbereiding, dan heb ik het altijd in een teambespreking. En dan heb ik het over inderdaad imagineren. En dat moeten ze van mij doen, want dat helpt in de wedstrijd. Nou, dat heeft zeker vandaag geholpen bij Andries, want ik denk dat hij heel goed de ballen gestopt heeft. U vraagt of het een... Althans, dat begrijp ik eigenlijk, maar het was geen vraag. Vertelde mij dat het een efficiënte overwinning was. Neem aan dat de vraag was of het zo is. Natuurlijk is het zo. Oui. Wat gaat u nu zeggen? You score, you keep. Ik sta hier net buiten de perszaal van het Alto Hamma Stadion, waar de persconferentie van Louis van Gaal net voorbij is. Ik heb hier bij mij Valentijn Driessen, de chef voetbal van De Telegraaf, onze zusterkrant uit Nederland. Nederland heeft met 0-2 gewonnen van Senegal, maar Valentijn, niet met veel overschot, hè? Nee, het was heel teleurstellend. Dit was niet zoals je het Nederlands elftal graag ziet. Ik zie het Nederlands elftal graag dominant aanvallend voetballen. Ja, en dit is veel meer een afwachtend Nederlands elftal. En als je dan zoveel fouten aan de bal maakt, ook mensen als Frenkie de Jong, ja, dan kan je ook niet beter spelen dan zij op dit moment hebben gedaan. Ja. U zegt een afwachtend Nederland. Is het dan een keuze van de coach of ligt dat eerder dan aan de spelers die niet leveren, om het in Louis van Gaal's termen te zeggen? Nee, het is een duidelijke keuze van de coach. Die heeft gekozen voor een zekerheid voor alles. En daarin betracht hij geduld met het elftal. Omdat de kansen uiteindelijk toch wel komen. En één of twee kansen, nou in dit geval dan twee kansen, die zijn benut. En dan uiteindelijk dan noem je dat efficiënt. En dan ben je dadelijk na twee wedstrijden zit je alweer in de volgende ronde. Want ja, die Ecuadorianen die kunnen er ook niet veel van. Dat hebben we gisteren wel gezien tegen Qatar. Hè. Dus dan ben je voor de zoveelste keer zit je na twee wedstrijden in de volgende ronde. En dat is prachtig. Alleen ik vraag me af of dit elftal zich daarmee genoeg ontwikkelt. Het was net weer een tamelijk chaotische persconferentie met Louis van Gaal. Kunt u daar na al die jaren in het vak eigenlijk nog van genieten? Van zo die grote Louis van Gaal show? Nou, ik vond eigenlijk, stoorde me meer dat de FIFA gewoon zijn zaakjes niet goed op orde heeft. En dat hij gewoon niet eens een normale, ordinaire persconferentie kunnen organiseren. En als, op het moment dat je twee vragen stelt, dat de een of andere idioot direct een microfoon van je afpakt. Dus dat je helemaal geen dialoog meer krijgt. Nee, je mag één vraag stellen, maar vaak wil je ook met een vraag alvast een voorbereiding naar je definitieve vraag. Hè. Dan komt die beter aan en dan krijg je ook een veel beter antwoord dan Louis van Gaal. En dan wordt het wel een hele leuke persconferentie, want ik vond dit echt een aanfluiting. De leukere persconferenties die vinden dus plaats in het trainingskamp van Nederland, veronderstel ik dan. Nou, ook daar lopen tegenwoordig allemaal mensen van de FIFA rond die het bepalen hoeveel vragen je mag stellen. En dan moet je ook blij zijn als je twee vragen mag stellen. Maar de beste persconferenties die vinden eigenlijk plaats in het KNVB Sportcentrum in Zeist. Waar je van de perschef van het Nederlands elftal wel twee of drie vragen mag stellen. U ook nog altijd? Nog steeds, ja. En ik heb hier ook al meer vragen mogen stellen aan Louis van Gaal dan tijdens het WK in Brazilië. Want toen werd ik stelselmatig geweigerd. Maar in dit geval nog niet. En Louis van Gaal is heel relaxed. En dus wat dat betreft geen vuiltje aan de lucht voor een volgende vraag, denk ik. Wat verwacht u eigenlijk van de Rode Duivels op dit WK van België? Dat is een oud elftal, daar verwacht ik eigenlijk weinig tot niks van. Ik denk dat die heel blij zijn als ze de tweede ronde halen. En dat ze dan op weg zijn terug naar Brussel. Met die blijde boodschap kunnen we over naar het volgende. Bedankt, meneer Driessen. Oh, scalpel? Ja. Scalpel, ja. Alstublieft. Ja, penalty! Als zij spelen, speel jij. Bet live op ladbrokes.be. Gok met mate. De dag van de duivels. Heren, sportief nieuws. Lukaku die blijft bij de Rode Duivels. Dat wil zeggen dat de hoop toch groot is dat hij alsnog in actie zal komen tijdens de groepsfase. Ja, ik denk ook niet dat de spanning nog zo groot was of hij zou blijven. Dat was echt wel de bedoeling, maar natuurlijk nu dat het bevestigd is, ja, ziet het er toch wat positiever uit, denk ik. De tests zullen ook positief zijn en we laten ons hopen dat hij
tegen Kroatië zeker kan spelen. Mm, wie weet, lukt er nog iets wat vroeger, maar dat zullen we zien. Misschien is het tegen Kroatië zelfs al niet meer nodig en kunnen we hem nog later rustig invallen om het ritme op te doen. Dat zou ook nog kunnen. Maar waar we het vooral over moeten hebben, er is een extra sportief relletje. Wat is er aan de hand met de band? Jullie hebben dat hele dag gevolgd. Vertel het mij. Vertel het de luisteraars. Ja, dus het plan van de Belgische Voetbalbond samen met een hele pak andere Europese bonden was om te spelen met een One Love armband. En dat is een armband met daarop een hartje in regenboogkleuren. Pro-inclusie, contra... Discriminatie. Maar goed, dat strookt niet echt met de regelgeving in Qatar. En de FIFA bestempelt dat blijkbaar als een politiek statement. Dus heeft de FIFA vandaag die armband verboden en hebben ze ermee gedreigd dat spelers die er toch mee zouden spelen een hele kaart krijgen. En blijkbaar was dat voor al die bonden de druppel. En vonden ze dat sportieve sancties echt niet te riskeren waren en is collectief beslist om zonder armband te spelen. Dus ja, een Hanse heisa. En ook wel een beetje weer een smet op dit WK. Ook al is het is maar een armband, maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Het is echt wel een signaal dat gezonden moest worden of dat de bonden graag wilden zenden. En nu wordt dat weer een beetje weggenomen of wordt dat verboden. Dat is wel heel jammer natuurlijk. Ja, je zou als ploeg natuurlijk wel een statement kunnen maken door met die band op training te verschijnen of zo. Of toch die gele kaart gewoon te pakken. Of die gele kaart te pakken, maar daar snap ik het wel. Het zal dan maar net voorvallen dat Hazard voor de aftrap al een gele kaart krijgt en dan iets verkeerd doet in de eerste 10 minuten en meteen uitgesloten wordt. Dan ontstaat natuurlijk de discussie van hadden we dat moeten doen, hadden we dat niet moeten doen, dan ja... We zeggen al maanden, jaren misschien zelfs, dat we een statement gaan maken in Qatar, dat we iets gaan doen. Het moment dat het kan, is een gele kaart ons zelfs te veel. Ja, nee, maar oké. Dan snap ik wel dat er gezegd wordt van dat risico nemen we niet. Ze waren wel bereid om de boetes te betalen, zeggen ze bij de voetbalbond, die redelijk hoog konden zijn. Maar ja, misschien had er toch nog iets moeten gebeuren en die band op training aandoen of iemand anders van de Belgische delegatie die band laten aandoen, zodat het toch een bepaald statement maakt en toont. Ja, dat je iets wil in beweging zetten. Bestaat die kans dat bijvoorbeeld Thierry Henry woensdag nog op de bank gaat zitten met die band? Ja, ik denk dat er dan ook wel een boete zal volgen. Maar dan een gele kaart kan Thierry Henry ook wel pakken, maar dat is dan niet zo belangrijk. Maar dan kunnen ze die boete toch gewoon betalen. Ja, ik heb Peter Boshart gebeld, de CEO. Mm-hmm. En die zei dat nieuwe acties... dat het te overwegen valt, dat ze nog een keer goed moesten nadenken erover. Maar ik had niet het gevoel dat er echt concreet iets ging volgen, om eerlijk te zijn. Nee, okay. Maar dat is puur een gevoel. Ja. Het zou kunnen dat ze nu bij de voetbalbond zotte dingen verrassen aan het bedenken zijn, maar... Je hoopt er niet meteen op. Allee, of je verwacht het niet meteen. Hoop is er altijd. Hè. Dat is waar, dat is mooi gezegd. Zelfs... Ja, nee. ik moest ik naar zijn WhatsApp dat we sturen. Er was zelfs hoop in mij. Het stopte echter niet bij die band, want de Duivels hebben ook witte uitshirts die in samenwerking met Tomorrowland zijn ontwikkeld. Er stond in grote letters Love op de achterkant, maar ook aan de binnenkant van het shirt. Maar die hebben ze ook moeten aanpassen. Ja, die moeten ook. Dus in de kraag zat het woord Love. Dat is ook een symbool voor meer inclusie. En nu gaan ze er een stickertje over plakken. Een stickertje? Ja. Ah ja, we kunnen niet zomaar nog nieuwe shirts maken. Nee, maar het is ook niet direct nodig, want in de groepsfase is de bedoeling om 3 keer in het rood te spelen. Maar het is toch weer, ook dat is een jammerlijke zaak. Hè. Absoluut. En ook de bond moet dan altijd maar op de knieën gaan, blijkbaar. En dat allemaal slikken en gewoon oplossen. Ook dat is een beetje triestig, maar goed, ja. Jullie zijn er juist op de persconferentie geweest waar Jurrie Tielemans en Thomas Meunier zaten. Meunier, er is wel iemand met een uitgesproken mening. Wat vond hij er eigenlijk van? Ja, het was wel het ideale moment. Het was vooraf al ingepland, maar dat Meunier nu net kwam was wel ideaal, want Meunier zegt inderdaad altijd zijn gedachte. Ik vond dat hij nu wel nog redelijk voorzichtig was. Op een bepaald moment zei hij ook van ja, we moeten gewoon op voetbal concentreren en het WK spelen. Hij zit natuurlijk ook wel in een iets wat moeilijke positie, omdat hij bij PSG gespeeld heeft. Ja, in Qatarese handen. Die zijn in Qatarese handen, dus hij heeft op een bepaald moment toch ook wel... Hij zei wel, ik was mij bewust van wat er gebeurde in Qatar, maar ik heb ook wel 4 mooie jaren gekend bij PSG. Dus in die zin zat hij in een moeilijke situatie. Het strafste wat hij zei was eigenlijk, als we iets goed hadden willen doen,
dan hadden we moeten thuisblijven van Qatar. Maar dat, eigen, dat, dat initiatief ging je zelf niet nemen, dat dat dan aan de bond door de bond moeten genomen worden. En dan ging je waarschijnlijk ook gezegd hebben van oké, ik ga niet mee. Maar nu natuurlijk, elke speler had een vrije keuze. Aangezien hij bij PSG heeft gespeeld, ja, zei hij ook van ik moet niet hypocriet doen, ik moet hier gewoon zijn. Maar oké, hij heeft het wel... Het was het grote thema op zijn persconferentie natuurlijk. Ja, ik meen het bij voorstellen. Nog een nieuwtje over de wedstrijd tegen Canada. We weten wie die wedstrijd gaat fluiten. Kennen jullie de naam Yanni Sikazwe? Ja, dat is de man van de openingsmatch op het vorige week al trouwens. Ja, die wedstrijd tegen Panama heeft hij toen gefloten. Maar vooral de man van een veel te vroeg afgefloten wedstrijd op de Afrika Cup. Ja, dat klopt. Het was in januari de Afrika Cup. Een wedstrijd tussen Mali en Tunesië. Een wedstrijd die Mali met 0-1 won. Floot toen de wedstrijd na 85 minuten af. Jullie weten ook, er moeten normaal 90 minuten gespeeld worden. Ja, 98, 99. Ja, op 2K zijn er meer. Ondertussen zit... Die man had de persconferentie van de arbitrage duidelijk niet gevoeld. Ja. De VS tegen Wales is ondertussen afgelopen en op 1-1 geëindigd. Na 10 minuten extra tijd. Maar floot dus af na 85 minuten. Ja, tot grote woede van de Tunesiërs die nog gelijk wilden maken natuurlijk. De wedstrijd is toen opnieuw begonnen. Tussendoor was er nog een fase waarbij de Malinezen rood hadden kunnen krijgen. De VAR greep in. Sikazwe wilde niet luisteren. Geen rode kaart voor de Malinezen. En na 89 minuten en 40 seconden, dus nog altijd te vroeg, vloot hij opnieuw af. Misschien een doof oor ook. Wie weet. Zou zo waar kunnen. Ja, nee, hij heeft daar achteraf wel uitgelegd. Dat hij blijkbaar heel veel last had van de hitte en dat hij bijna zou flauwvallen. En dat de communicatie heel slecht verliep met de vierde scheidsrechter. Hij is in 2018 ook verdacht van fraude in de Afrikaanse Champions League. Zullen we er misschien ook maar bij zijn. Ja, die voelt zich hier wel thuis dan, dus... Dat zijn gevaarlijke uitspraken, Pieter. Ja, misschien ook knippen. Ja, dat is goed. Dan gaan wij ondertussen over naar het volgende. Ik had daar nog niet aan gedacht. Deze rubriek hebben we vooral voor de woordspeling in het leven geroepen, maar ook om een antwoord te bieden op elke vraag of elke bedenking die u heeft. Dat kan gaan over sportieve zaken, dat kan gaan over banale zaken, maar ook over ons. Luisteraar Thomas Nijs die wil bijvoorbeeld weten of er wordt gekookt in onze Casa Qatar of dat wij aan takeaway doen. Takeaway. Ik weet zelfs niet of het hier... Ja, een vorm van takeaway. Toen we inchecken, konden we hier al een code scannen om takeaway te doen. Maar zo zijn we niet natuurlijk. Nee, het is er nog niet van gekomen. Nee, meestal. Dus... Ja, wij eten meestal op locatie, op de wedstrijden. Ja. En... Maar wij hebben gekookt, hè, gisteren. Hebben jullie gekookt? Pizza. Ah, jullie waren vroeger zelfs met een pizza gebakken. Ja. En wij verwachten ook heel veel van Bart Laga, collega van de Standaard, want die heeft toen we naar de supermarkt zijn gegaan om ontbijt en zo te kopen, ook alle ingrediënten voor spaghetti gekocht. Ja, vond ik opmerkelijk, maar wordt geapprecieerd. Kijk, inderdaad. Bart Laga, nu hij ter sprake komt trouwens, dat is de man die in de aflevering van gisteren plots lawaai maakte in de achtergrond. We vroegen ons toen af, is dat nu voor een douche of voor een... iets grotere boodschap. Hij heeft dat net bevestigd in de perszaal dat het dat tweede was. Ja, maar we hebben ook Indisch gegeten. Ja, de dag ervoor. Ja, die de avond misschien zelfs. Tikka masala. Dat verklaart veel natuurlijk. Ja, dat was ongeveer de enige avond dat wij op restaurant konden gaan, omdat elke avond wordt er voor de rest gevoetbald. En zullen er dus wellicht toosjes met zalm of pizza's zijn. Ze zijn wel al eitjes. Pizza gebakken is een groot woord. We hebben gewoon de diepvries pizza in de oven gestoken. Ja, dat vind ik al pizza bakken. En er zijn ook wel eitjes gebakken... Toch, ja, dat is waar. Dat is waar. Dat heeft ook Bart gedaan. Hè. Dus er wordt gekookt en er wordt vooral gekookt door Bart, moeten we wel zeggen. Ik ben trouwens in het algemeen wel zo wat teleurgesteld in het eten op het WK, omdat ik ben het zo gewoon op persconferentie, op wedstrijden in België, dat daar een perszaal is met gewoon broodjes of zelfs soms met warm eten of zo dat je dan kunt pakken. En hier moet je dus betalen voor je eten. Ja, ik was daar ook door verrast in Rusland. Ja. Maar nu, ja... Je verwacht je er dan. Zeer jammer. Maar ja, er is ook wel zeer veel pers. Hè. Ja, het zijn wel veel geld. Allee, ja. Nu ja, bij de Rode Duivels krijg je wel broodjes en die zijn gratis. Je moet er wel soms wat lang op wachten, maar het komt altijd wel in orde. Maar vandaag hadden we wel... Goed, je moet er lang op wachten. Hoe zit dat dan? Ik ben er nog niet geweest in totaal met de Duivels. Ja, gisteren zaten we op de persconferentie en we waren om 9 uur 's morgens vertrokken hier na een ontbijt zonder eitjes. En dan is het nog bijna 1,5 uur rijden. En de persconferentie was pas laat na de middag. Het was eerst een kwartier op training en zo. Ja, dan komt er toch een hongertje op een bepaald moment. Ja. En als er om 2 uur nog geen broodje geweest is, en je zit er in the middle of nowhere, ja, dan zit je een beetje... Dan weet je dat het moeilijk wordt. Wat doet Jurgen vandaag om te anticiperen daarop? Ja. En neemt een doos koekjes mee.
Een doos kopen? Ah, die blikken dozen die we hebben gekocht. Die blikken doos. Maar het was toch niet zo'n geweldig goed idee. Waarom niet? Niet lekker? Nou ja, aan die trainingscenter staan heel veel... Jawel, het was heel lekker. Die waren gisteren al uitgetest. Maar aan die trainingscenter staan heel veel security, zoals je weet. En vandaag had ik zo'n beetje een dubbel gevoel. We komen toe en normaal gezien onder de auto is het altijd bomsweep. Met de spiegel onder de auto om te zien. Amai. Maar vandaag was dat dan opeens niet meer het geval. Ze worden laks. Ja, ofwel kunnen de duivels ontploffen, ofwel herkennen ze onze gezichten ondertussen. Ja. Maar goed, aan de ingang van het mediacenter echt was het dan weer anders. Daar moesten we echt, dan moeten echt door de scanner. Met al dit de rugzak. Ai, ja. En natuurlijk, ja, ik was die blikken doos vergeten. En die zat onder de scanner en opeens werd ik tegengehouden. En vroegen ze wat dat er in godsnaam was. Ik zei Danish cookies. Maar dat geloofden ze dus niet echt. Ze dachten echt dat dat een soort van bom was. En heb je die dan omgekocht met die koekjes ook gewoon? Of? Nee. Ik moest ze echt open doen, die doos. Maar die zo'n doos, ik weet niet of je zo'n doos kent, dat is echt vastgeplakt. Ja, dat is waar. Redelijk stevig. En je krijgt dat niet meteen los, natuurlijk. Dus ik was daar een vijftal minuutjes aan het prutsen. En die mannen werden al wat zenuwachtig. En uiteindelijk is er een met zijn sleutels gekomen, waardoor dat we die plakband konden openrijden. En heb ik de doos opengekregen en heb ik gezegd, cookies, I told you so. Maar oké. Okay, ik ga er echt wel op bij zijn. Dan mocht ik binnen. Ja. Het is een dolle avontuur hier, hè? Ja, echt ongelooflijk. En wij kunnen ondertussen over naar onze afsluiter. Mannen, wat staat er voor jullie op de... Ik hoorde een deur zeer hard dichtslaan. Bart. Was het Bart Laga of was het onze chef voetbal Ludo van de Wallen? Het was niet Ludo, want die loopt hier nog rond in de lift. Het is Bart. Want, ja, het was Bart, die komt hier nu de trap af. Bart geneert zich nu, maar dat is helemaal niet erg. Maar wat staat er voor jullie op de planning morgen? Morgen wordt een lange dag in het mediacenter. De Canadezen spreken, de Belgen spreken, dus met Jan Vertonghen en de bondscoach. De Marokkanen spreken, de Kroaten spreken. De Kroaten spreken, dus we zullen daar overal wel een keer ons oor te luisteren leggen. Dus het wordt een dagje mediacenter voor ons. Ik ga ondertussen nog wat voetbal kijken, want er staan ook een paar wedstrijden op het programma. Om 11 uur Belgische tijd is er Argentinië-Saudi-Arabië met Lionel Messi en mezelf, want dat is de wedstrijd waar ik naartoe ga. Om 2 uur is er Denemarken tegen Tunesië, om 5 uur Mexico-Polen met Robert Lewandowski. En om 8 uur Frankrijk tegen Australië, zonder Karim Benzema helaas, want die is naar huis, maar wel met Kylian Mbappé. Voor we helemaal gaan afsluiten, mag ik nog iemand heel gelukkig maken, want wij gaven vorige week een rode duivelshirt weg. Een wit rode duivelshirt met love op. En dat is gewonnen door niemand minder dan Alicia van de Berkt. En dat is, Pieter Jan, de dochter van Fons van de Berkt, de uitbater van de perszaal van Antwerpen, want jij bent ook de Antwerp-watcher van het Nieuwsblad. De Fons. Ja, inderdaad. Bij deze proficiat, Alicia. Proficiat. Goed. Blij. Dan zijn we rond voor vandaag. Ik heb jullie goed verstaan, moet ik zeggen. Ja, de volgende keer doen we dat op een andere manier. Oké, volgende keer in het platte West-Vlaams. Merci, mannen, om er te zijn. Bedankt ook aan de mensen van Ladbrokes. Morgen vroeg zijn we er al terug met een nieuwe shotcast. Tot dan.